Ik heb sinds het begin van mijn carrière als beroepswielrenner gemiddeld eens per jaar last van een hartritmestoornis. Robert Gezing staat voorlopig aan de kant vanwege de operatie aan zijn hart. Sanne Keizer weet uit eigen ervaring welke weg Gezing te gaan heeft. Het was wel een lange weg om terug te komen. En om eerlijk te zijn, als ik ook als tip naar Robert, het is echt vooral mentaal de weg terug, zeg maar. Lichamelijk gaat het best wel hard, je hart is gezond. En dat hield zich allemaal wel. Alleen mentaal ben je gewoon ineens, je hebt een klap in je gezicht gekregen. Je hebt iets aan je hart, je bent geholpen en ineens ben je weer gezond. Dat, daar had ik het meeste moeite mee. Dus mentaal was voor mij de langste weg. Tijdens de operatie wordt er weefsel dat voor de hartritmestoornissen zorgt weggebrand. Ik weet gewoon zeker, als dit is wat hij, als hij het laat wegbranden, dan is hij gewoon straks weer superfit en nog fitter dan voorheen. Dat is wel iets wat ik heb gemerkt uiteindelijk, toen ik de draad weer kon oppakken, dat mijn hart gewoon fitter was dan daarvoor. En de prestaties werden eigenlijk alleen maar beter. Dus ik denk dat hij nog een hele mooie sportcarrière tegemoet gaat. Voor Gezink is het een onzekere periode. Als ik dat lees, dan wil ik zo'n jongen wil ik graag helpen. En hij mag me ook altijd bellen en dan kunnen we het eens over hebben.